hallo allemaal en welkom weer in een gameplay van Euro Truck Simulator 2. We zijn in proberen Detroit Connection Zwitserland aan het volledigen. Dat is een lange rit. Dit niet. Dit ook niet. Deze wel. Voilà. Die gaan we nemen. Dat is een ritje van 585 kilometer. Voilà ze. En we die eens maar eens ophalen, hè. Dus wat we sowieso gaan doen, dat is dit. En dan maak ik daar weer een screenshot van. Voilà ze. Het is hier al goed aan het regenen. Ze biedt nog in een rustmoment in Lasse. Omdat ze hier tegenkomen. Eerste rotonde tegen. Goed afremmen. We moeten hier al in. Voilà. Dan moeten we de tweede race ook aanhouden. Je steekt een vliegtuig op, hebben jullie het gezien. We gaan richting Zurich. Ik heb dit weer aan mijn cruise controller kunnen opzetten. Dus wat ik daar heb gevonden is het spelen van deze game wel leuk. Mooi weer tegen. En dan word ik opgebeld. Oh. Ja, schatje. Zit je live? Nee, ik ben niet live. Wat zei je? Ik ben niet live. Oké, dat is goed. Ik kom zo. Ah, laat maar gekeken op Arten of ik al niet te weten wat ik ga doen, zeg maar laat maar. Wat dan? Wat ben ik dan bezig? Laat maar! Maar voor nu als ik aan
Dat wil ik ook. Ik zei al als ik hem in licht ga. Ik probeer mijn auto terug te krijgen met zingen al. En dan lukt het nog niet. Ik heb mijn begeleiding ook afgezegd uit de lente. Oei, ja. Maar je bent direct daar, goed? Je zit met iemand te praten, hè, want je hebt je koptelefoon op. Nee, ik ben met niemand te praten. Ik ben met Euro Truck Simulator aan het spelen. Tot zo. Dus we gaan nu bij de eerstvolgende parking even deze als stop zetten en dan ga ik deze twee fragmenten wel aan elkaar plakken. Dat ga ik nog wel doen. Ik ga niet zomaar mijn spel verwaarlozen. Tot zo zeg. Dus ik hoop dat ik nu wel snel een pitstop tegenkom. Ah, maar hier hangen veel plaatjes. Hier opnieuw. Om toch zeker te zijn dat je op de juiste reishoek zit. Oh, het is weer al aan het regenen. Zo hier rijden en dan toch weten als ik op de juiste zit. Ja, ik zit op de juiste. Goed, oké. De buscontrole weer instellen. Dan is dat ook weer zo wat kilometers dat ik dan moet maken voor alleen dat ik een pitstop tegenkom. Ziet je? Daar komt er eentje tegen. Oh nee, toch niet. Ah jawel, 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 jawel. Zo naar onderaf moet. Ik kom er eentje tegen. Dan kan ik weer terug. Dat ik bijna uit de rails. Ik zie dat ik bijna bij de dingen aanwezig ben. Dan gaan we dat hier even saven. En dan ben ik zelfs terug. Oké. Voilà, fragment nummer 2. Wat blijft? Oké. Okay. Ja.
Dus we gaan nu verder rijden. Dus we stonden geparkeerd op een parkeerplaats. Jullie zien het. Ik heb mijn saltjes er ook wat bij gehaald. Ja. We kunnen een keer rusten, hè. Je wou gemoord doen. Je moet dan niet op auto als ik in mijn eigen praat. Die moet je snel tegen. Ah. Zo, ik heb dat je praat in de auto. Dat is niet erg. Ik wil nog iets doen. Juist. Voor die regen zou nu wel iets minder worden. Wat kan ik daar weer alleen instellen? Ja, zeker. Hier. Kans op regen 50%. 50-50. Voilà. Ik kan gewoon nog meer zonnepuis opeten. Hopelijk is het zelfs gedaan met regenen. Dat ik er eens op cruise control rijden. Lange tunnel. Ik moet weten dat het nu, hè. Oké. Eindelijk de vrachtwagen bijgestoken. Oei. Pieler.
dat je continu vrachten moet doen in Zwitserland. Dat dat eigenlijk de opdracht is. Wat een mooi ritje. Nog een kleine 300 kilometer, dames en heren. Jawel, dan zit deze gameplay er ook weer al op. Dat is ook gameplay nummer 2 waar ik al vandaag heb opgenomen. Misschien nog een derde nog. Ik ben mijn medicatie wel goed aan het innemen, dat wel. Ik ga wel even naar de wc. Moet dat ook gebeuren. Sorry dat het even iets langer heeft geduurd in mijn gameplay. Ik ga het wel eens nemen.
Ik hoop dat jullie wel van de muziek hebben genoten. Ik weet niet hoe lang dat ik ben afwezig ben geweest. 3-4 minuten. Dan is het wel lang. Ja, ik was nog 1 medicatie vergeten. Mijn maag is weer aan het protesteren. We rijden nu langs een treinspoor af, ziet je? De trein zagen we nog netjes. Documenten worden even gecontroleerd. Eventjes geduld, AIB, want de busje komt zo. Alles is in orde en een goede reis geweest. Dankjewel. Dan moet ik al mijn cruise control terug instellen. Control niet instellen. Yes, oké. Dit is met schade. Maar goed, geen grote berichten. Dat is een mooie opgemeten naast de remmen. Dat zal regenen, ik maar al terug te trekken. En dan ben ik mijn cruise control weer proberen in te stellen. Op targeting. Tuurlijk. Nog een mooie 200 kilometers.
rechtdoor. Een keizer. Oei, dat staat weer dus op, maar ik heb gelezen. Waar moet ik nu? De kilometers. Wachten, man.
34 kilometer, amai. Dat is ook niet meer zoveel. Misschien nog eentje dat ik nog ga doen. Moet ik de computer ook aanzetten? €25 betalen, yay! Wat als ik heb hier al €25 betaald? Oh, godver! Aanrijding. Ja, vrachtwagen rijdt eerst door dat ik dan door kan rijden met mijn varkens. Arken tegen mij te rijden. Oh, dat was het dus niet. Heb ik veel schade? 2%. Een procentje bijgekomen. Dus het is niet zo erg veel. Genova! Genova. Ik ben weer opnieuw kever. Ik pak in een verkeersbord mee, sorry. Wat was dat? Dus toch zelfs naar de reparatiewinkel is gaan. Of te laten herstellen, man. Voilà, zo, hier kom ik aan. Even het rijf. Dus dat is deze al. Ja. Hier even indraaien. Je gaat de poort open. Als je wilt hebben. Ja, poort is open. Dan kan ik binnenrijden. Dankjewel weer al om een deel uit te maken van deze gameplay. Ik kreeg de stempel geweldig. Ik heb afstand gereden 588 kilometer. Benodigde tijd 1 uur en 5 minuten. Gebruikte brandstof 186,4 liter. En World of Trucks opdrachten afgeleverd de 28ste. Voilà, hier staat nu een nummer 2, dus ik moet echt in Zwitserland blijven. Voilà, tot later allemaal, yo.